Wanneer is een allochtoon geïntegreerd? Dit is de Universiteit van Nederland. We beginnen dit college met Jan Brouwer. Jan Brouwer is een Friese boer die in de jaren 80 van de 19e eeuw emigreert naar Amerika en in de staat Iowa terechtkomt. Jan Brouwer is een vrij strenge protestant en heel veel strenge protestanten, orthodoxe protestanten, emigreerden in de 19e eeuw naar Amerika en naar Canada. Daar gingen ze vaak bij elkaar wonen, in kleine dorpjes zoals in Michigan, in Holland, Michigan bijvoorbeeld, of in Orange City in Iowa. En daar kwam Jan Brouwer terecht. Jan Brouwer had ook zijn vrouw, uiteraard ook een Friezin, meegenomen. Maar pech, na een paar jaar overleed zijn vrouw. Wat deed Jan Brouwer toen? Hij keek niet eens om zich heen om daar een andere vrouw te zoeken in Amerika zelf. Hij schreef in 1888 in april een brief naar zijn familie in Friesland en zei: kunnen jullie voor mij een nieuwe Friese vrouw zoeken, want die heb ik hier echt wel nodig. Nou, dat soort mail order bride, zeg maar. En zo gedaan, zo gebeurde ook. En na een jaar voegde zich zijn nieuwe vrouw ook uit Friesland bij hem. Jan Brouwer zocht niet alleen een vrouw uit Friesland in plaats van een Amerikaanse vrouw. Hij ging ook naar de Nederlandse kerk, waar ook weer Nederlandse dominees kwamen. Het lijkt een beetje op moslims op dit moment in Nederland. Bovendien bleef hij Nederlands spreken. Hij las Nederlandse kranten en was er erg aan gehecht dat in die kerk ook in het Nederlands de preek werd gehouden. En dat gold voor heel veel Nederlanders. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, integratie zeer beperkt. En Nederlanders hebben dus heel vaak in den vreemde vastgehouden aan hun eigen tradities, aan hun eigen taal en aan hun eigen religie. Dat gold nog veel meer voor een hele bijzondere groep immigranten naar Amerika. En dat is een groep die u vast wel eens heeft gezien op televisie of misschien wel in de film Fugitive met Harrison Ford in de hoofdrol. En dat zijn de Amish. De Amish waren ook weer strenge protestanten afkomstig uit Zwitserland die al in de loop van de 18e eeuw werden vervolgd en migreerden naar andere delen van Europa waar ze meer bescherming kregen. In Zuid-Duitsland, soms ook naar Nederland en naar andere streken. En in de 18e eeuw was er een Amerikaan of een Engelsman die een kolonie stichtte in Amerika. En die kolonie heette Pennsylvania. Gesticht door William Penn. En William Penn nodigde dit soort groepen uit naar Amerika. Hij zei, kom naar ons, vestig je in Pennsylvania. En veel van die Amish die deden dat. Die Amish die wilden al helemaal niet integreren. Die wilden eigenlijk alles houden zoals het was. Ze waren ook tegen modernisering. Vandaar dat ze op dit moment nog steeds niet in een auto rijden, maar met paard en wagen zich verplaatsen. Ze wilden ook totaal niet bemoeien met andere Amerikanen. Sterker nog, ze wilden zelfs hun kinderen niet naar Amerikaanse scholen laten gaan. In de jaren 70 zijn allerlei Amish vaders in de gevangenis gezet omdat ze weigerden hun kinderen naar school te laten gaan. Uiteindelijk hebben ze het gewonnen bij het Hoge Rechtshof. Die heeft bepaald dat dit inderdaad onvervreemdbare rechten zijn van deze religieuze minderheid. En dat heeft als resultaat dat deze groep, je zou kunnen zeggen, helemaal niet is geïntegreerd. Zelfs honderden jaren lang niet. Dus integratie is ook iets wat, waar groepen zelf soms hele sterke denkbeelden over hebben. Dat brengt ons op de vraag, wat is dat nou eigenlijk, integratie? We praten er voortdurend over, maar we bedoelen er vaak iets heel anders mee. En eigenlijk is integratie met een duur woord een containerbegrip. Kortom, een begrip wat allerlei betekenissen heeft, waar allerlei dimensies aan zitten. Twee van die dimensies staan centraal en die wil ik hier heel kort even uitleggen. Eén is de dimensie van identificatie. En dat zien we vooral in het geval van Jan Brouwer en dat zien we in het geval van de Amish. He, identificeren migranten zich met het land en de waarden van dat land waar ze zich vestigen? Of doen ze dat niet? En ook omgekeerd, want het is een tweezijdig proces integratie, identificeren autochtonen zich met die migranten?
Kortom, zien ze elkaar als gelijkwaardig of als hetzelfde. Nou, dat is één belangrijke dimensie van integratie. Maar integratie, dan hebben we het niet alleen over identificatie, dan hebben we het ook over maatschappelijke positie. Want op dit moment vinden wij het wat ongemakkelijk als immigranten aan de onderkant van de samenleving blijven zitten. En nogal wat migranten zitten aan die onderkant. Dat vinden we dan eigenlijk niet integratie. We vinden pas integratie als ze min of meer dezelfde sociale en economische positie hebben dan de gemiddelde Nederlander. Dat ze daar niet van afwijken. Dus dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke aspecten van integratie. Nou, heb ik een vraag aan u allen en de handen kunnen omhoog als wie vindt dat integratie moet. Wie vindt dat? Even bang dat hier een hele bijzondere selectie Nederlanders zit. Nee, dit klopt wel ongeveer. Dank u wel. Goed, dan is de vraag, waarom zou dat eigenlijk moeten? Dan is het wel belangrijk om eens te realiseren dat wij vinden dat dat moet, dat dat eigenlijk een tamelijk recent verschijnsel is. In de 17e eeuw interesseerde het bijzonder weinig mensen of mensen integreerden, ja dan nee. Dat zijn we eigenlijk pas belangrijk gaan vinden in de loop van de 19e eeuw, toen Nederland en allerlei andere landen een natiestaat werden. Toen het nationalisme opkwam, toen we het belangrijk vonden dat mensen die in één land worden ook heel sterk op elkaar gingen lijken. Sterk in de zin van dezelfde taal spreken, liefst dezelfde religie aanhangen, hetzelfde volkslied kennen en dienen in hetzelfde leger. Dat is ook de eeuw waarin er dienstplicht komt en geen huurlingen meer als soldaten worden ingezet. Dat wringt een beetje met immigratie, want die immigranten die komen nou juist weer uit een andere natiestaat waar ze hele andere dingen geleerd hebben. En dat vinden we vanaf de 19e eeuw toch wel een beetje ingewikkeld. En dan hopen we dat ze eigenlijk maar zo snel mogelijk onze taal leren en de dingen die wij vinden ook gaan vinden. Maar het heeft niet alleen met dat nationalisme te maken. Het heeft nog met iets anders te maken. En dat is iets wat pas in de 20e eeuw belangrijk wordt. En dat is de ideologie van gelijkheid. We zijn het steeds belangrijker gaan vinden dat mensen gelijke rechten en gelijke kansen hebben. Ook dat was iets wat je in 18e eeuws Amsterdam niemand begrepen zou hebben als je dat zou hebben gezegd. Althans, heel weinig mensen zouden dat begrepen hebben. In de 20e eeuw, en zeker na de Tweede Wereldoorlog, is dat iets wat zeker in Europa als iets vanzelfsprekends gaat gelden. En dat betekent dat we daarom ook wel een beetje niet goed vinden als er grote maatschappelijke en sociale verschillen in een samenleving bestaan. Het denken in homogeniteit en dat we dat fijn vinden, heeft niet alleen een etnische of nationale kant, het heeft ook een hele duidelijke religieuze kant. En een aardig voorbeeld zijn de Ieren in de Verenigde Staten. Hier ziet u een hele bekende spotprint uit 1876, waarin een soort krokodillen het strand van Amerika opkruipen. Maar als u goed kijkt, zijn dit geen krokodillen, maar katholieke bisschoppen. En de Ieren als katholieken vond men een zeer suspecte immigrantengroep, zowel in Engeland als in Amerika. Dit waren mensen die luisterden naar de paus in Rome en die niet de vrijheden en het liberale karakter van de Amerikaanse samenleving onderschreven. Als je gaat kijken naar hoe er over katholieke Ieren in de Verenigde Staten tussen 1850 en 1920, hoe er over werd gepraat, hoe er over werd geschreven, dan kun je bijna het woord katholiek door moslim vervangen en je hebt ongeveer hetzelfde verhaal. Dus dit is ook wel niet zo nieuw als we vaak wel denken. Goed, terug naar Nederland. Wat bepaalt nou de snelheid en de aard van het integratieproces? En dan is het wel interessant om te zien dat er een verschil is tussen drie belangrijke categorieën van immigranten. Mensen uit de koloniën, Suriname, Nederlands-Indië, de gastarbeiders, met name uit Turkije en Marokko, en vluchtelingen van allerlei pluimage. Als je dan weer opnieuw weer gaat kijken naar identificatie aan de ene kant en maatschappelijke positie aan de andere kant, dan kun je zeggen dat mensen uit de koloniën eigenlijk heel erg veel voorsprong hebben. Want voor een deel zijn die al geïntegreerd op het moment dat ze hier de vliegtuigtrap op Schiphol afdalen.
Want die hebben vaak al Nederlands onderwijs gehad in de kolonie. Ze hebben vaak al een religie die hier ook dominant is. Hebben vaak al enige opleiding gehad en vaak ook Nederlandse opleiding gehad. Dus zowel qua identificatie, identificeren deze immigranten zich vaak heel sterk al met Nederland. Ook al was dat in het begin zeker niet omgekeerd, zoals we bij de Nederlandse Volksunie van Joop Glimmerveen in de jaren 70 zagen, die voor een blank Nederland pleiten. Maar de Surinamers zelf zagen zich heel erg als Nederlanders. Hun maatschappelijke positie was zeker in het begin precair, was moeilijk, maar het was ook een economisch moeilijke tijd. Maar op dit moment kunnen we constateren dat na 50 jaar het eigenlijk relatief goed gaat met die Surinaamse immigranten. Gastarbeiders is een ander verhaal. Die waren niet al gesocialiseerd in de Nederlandse cultuur. Die kwamen uit een hele andere cultuur, een islamitische cultuur, uit een boerencultuur. Dus die identificatie ligt dan veel ingewikkelder en dat duurt dan veel langer. Maatschappelijke positie van deze groep was ook niet om over naar huis te schrijven. Ik zei al eerder, deze mensen waren geselecteerd op lage schooldheid, wat het liefst analfabeten. Nou, en hun integratieproces moest beginnen aan het begin van een lange economische recessie. Dus dat daar dat integratieproces op die beide assen veel moeizamer gaat, dat laat zich raden. Vluchtelingen tenslotte zijn een interessante groep. Die identificeren zich vaak al veel meer met Nederland. Dat blijkt ook uit onderzoek naar de vluchtelingen uit Iran en Irak en Afghanistan uit de jaren 90. En ook voor de Syriërs nu. Die komen naar Nederland juist vanwege de rechtszekerheid, vanwege de democratie. Eigenlijk allerlei kernwaarden die wij ook zelf hoog houden. Wat betreft de maatschappelijke positie, die is voor de eerste generatie niet erg goed, want de meesten van hen hebben een uitkering, hebben geen werk kunnen vinden. Maar dat ligt niet zozeer aan hun kwaliteiten, maar dat ligt er vooral aan dat de meeste van die vluchtelingen veel te lang in opvangprocedures, in een opvangkamp hebben gezeten. En tegen de tijd dat ze echt op de arbeidsmarkt mochten komen, was het te laat. Kijken we echter naar hun kinderen, dan zie je dat die zeker kinderen van Iraanse vluchtelingen bijvoorbeeld, dat die het bovengemiddeld goed doen op school. En dat is een ander aspect van het integratieproces. Vaak zijn we veel te ongeduldig. Integratie is niet na 4 jaar of na 8 jaar klaar. Daarvoor heb je meerdere generaties nodig voordat je daar echt een eindoordeel over kunt vellen. En dat betekent dat we ook naar de kinderen en ook naar de kleinkinderen van immigranten moeten kijken als we iets zinnigs willen zeggen over het integratieproces op de lange termijn. Wie vindt dat de integratie van immigranten in Nederland eigenlijk grotendeels gelukt is? Handen omhoog. Nou, dat valt nog niet zo mee. Ik zou zeggen, de meerderheid heeft daar toch allerlei twijfels bij. Nou ja, misschien kunnen we ook zeggen, we moeten het ook nog even afwachten. Misschien is het nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. Goed, de conclusie van dit college. Wanneer is een allochtoon, wanneer is een immigrant geïntegreerd? Dat ligt eraan wat je eigenlijk verwacht en ook hoe snel dat je vindt dat het gaat. Dat is een beetje een flauw antwoord, maar dat hebben wetenschappers natuurlijk heel vaak. Dat je dan krijgt een vraag en je krijgt een duidelijk antwoord. En wat zegt zo'n wetenschapper? Ja, het hangt ervan af. Het ligt daaraan. Maar dat is in dit geval toch wel een heel belangrijk antwoord. Het ligt eraan naar welke groep we kijken. Het ligt eraan naar welke fase van het integratieproces we kijken. Het ligt eraan naar welke dimensie we kijken. Er zijn groepen waarvan de maatschappelijke positie fantastisch is, maar die toch ervoor kiezen om vooral met hun eigen groep om te gaan. Chinezen bijvoorbeeld in Nederland. Goed, dat is de conclusie van dit college. Rest nog de vraag van of migranten nou geïntegreerd zijn of niet. Kunnen we nou ook een soort kosten-baten-analyse maken van immigratie. Kost migratie vooral geld of levert het ook een hoop op? En dat is het onderwerp van het laatste college.